Welkom terug en we zijn er weer voor osteoporose, in dit geval bij de study streams. Welkom, welkom. Uh, dit lijkt uitgebreider, is niet zo extreem uitgebreid, geen zorgen. Osteoporose is dus het broze botten in de volksmond. Uh, osteoporose komt vrij frequent voor en is vooral gekenmerkt, uh, ofwel gekoppeld aan geslachtshormonen, dus Um, Postmenopauzale vrouwen zijn hier toch wel door aangetast. Goed, we gaan beginnen over algemeen. Wat is osteoporose? Hoe komt dit tot stand? Is een wijziging. Oef, die is wel heel hoog hier gezet. <laughs> is een wijziging van de microarchitectuur. Ik ga het toch maar even terug zetten. Zo, dat gaat beter zijn. Ja, dus wijziging van de microarchitectuur van de botten van de. Um, um, van de matrix in het botweefsel. We hebben het dus niet langer over kraakbeen zoals bij osteoarthritis, maar we hebben het hier dus over de botten zelf. De botten worden minder sterk, de architectuur verandert en het is eigenlijk over het volledige skelet te doen. Het is niet gelokaliseerd, dus er gaat niet zomaar op één plaats een probleem zijn. Wel is het zo dat de diagnose vaak pas gesteld wordt nadat er een fractuur optreedt. Bijna steeds is de diagnose van osteoporose gesteld na een fractuur. Dus ook fractuurrisico is verhoogd. Waarom? Net omdat de botten minder sterk worden, omdat de architectuur verandert en slechter wordt um, een, min een, min een mineralisatie afneemt. Botmassa neemt af. af um, de piek botmassa is afgenomen, is laag. En er is mortaliteit die vijf keer hoger ligt ten opzichte van de gewone persoon. in... Um, op dezelfde leeftijd met en zonder osteoporose. We zien dus uh, ratio man-vrouw is ook weer hier op uh, man-vrouwen die 3, uh, ja, dus anderhalve keer meer vrouwen dan mannen. Zeg maar 3 op 2. Dus anderhalve keer meer vrouwen dan mannen. Een prevalentie van 1%. Met andere woorden, 1 op 100 mensen heeft osteoporose op een gegeven moment in zijn leven. Komt vrij veel voor, zeer veel voor zelfs. Um, een derde van de vrouwen heeft osteoporose op 60 tot 70-jarige leeftijd en twee derde heeft dit op meer dan 80-jarige leeftijd. Dus twee derde van alle vrouwen heeft op 80-jarige leeftijd osteoporose. En dit is dus een ziekte die zeker op tijd moet bekeken worden, moet onderzocht worden. Waar gaan de breuken zich voor? Uh, zich, zich uh, zetten. Eh, zoals ik zei, de diagnose wordt meestal pas gesteld na de, nadat er fractuur optreedt. Dus een breuk of een fractuur treedt dus op in wervel, heup en pols. Een heupfractuur komt ve veel voor bij oudere dames en heren ook, maar vooral, voornamelijk dus dames omwille van osteoporose. Want bij vallen um, kunnen ze zichzelf niet zo goed meer tegenhouden en is de heup vaak het eerste dat um, de val gaat tegenhouden, samen met de pols. Zijn niet snel genoeg meer. Oké. Okay. Gevolg van een heupfractuur, en daarom, dit staat hier apart omdat de heupfractuur zo'n groot gevolg is, is meer dan 20% overlijden. Ik ga meteen naar het laatste puntje omdat het zo belangrijk is. Wanneer een patiënt een heupfractuur heeft, dan is de kans dat, er, dat hieraan overleden wordt zeer groot. Ook is het zo dat als een patiënt binnenkomt met een heupfractuur in het ziekenhuis, Stel deze patiënt komt van thuis uit. Op 80-jarige leeftijd kan het zijn dat ze van een woonzorgcentrum komen ook. Maar komen ze van thuis uit, is de kans zeer groot, zeer groot dat ze niet terug naar huis zullen gaan, maar eerst naar een revalidatiecentrum en daarna naar een woonzorgcentrum. Of dus in 20% van de gevallen overlijden. Er is zeer veel pijn bij een heupfractuur. En uh, gedaalde functie zijn de gangproblemen, onzekerheid, zelfs als ze dan. Um, zelfs als ze genezen van deze ziekte, is er onzekerheid. Denken ze aan uh, terugaanvallen? Maar een wandelstok is vaak ja, belastend en heel, um, ik kan niet op het woord komen, heel confronterend. Dat is het woord, heel confronterend. Dus onzekerheid bij vallen, maar toch geen wandelstok willen hebben en daarna dus opname in een revalidatiecentrum of uh, bij woonzorgcentra. 100% van de gevallen bij heupfracturen zijn heel kunnen. Zeker bij oudere personen. Bij jongeren, daar hebben we het al een keer over gehad. Bij jongeren kan er eventueel gekeken worden of een conservatieve therapie mogelijk is. Bij ouderen niet. Want conservatieve therapie neemt heel veel tijd in beslag. En deze patiënten hebben geen tijd. Als we die in hun bed leggen zonder beweging, zonder iets, dan is het overlijden veel hoger en hun kwaliteit van leven veel, veel lager. Okay. Ook, heup, uh, ook uh, wervelfractuur, ik ga eens even kijken. Ja. Binnen 1 jaar 20% overlijden. Ja. Um, ja, Het enige moment dat er geen heelkunde is, is als de patiënt te zwak is om heelkunde te ondergaan. En als we weten dat de patiënt eigenlijk sowieso niet zal overleven, heeft het geen zin om dit nog te doen. Maar oké, okay. dat terzijde. Dat er een gevolg van een wervelfractuur is ook uh, zeer ernstig. Waarom? Omdat er acute pijn kan zijn, die kan evolueren naar een chronische rugpijn. Chronische rugpijn is zeer handicaperend. Um, zeer handicaperend in de zin van, bij elke rechtstaan, iedereen ziet het, hand wordt op de rug gelegd. Lage rugpijn is iets, een, een zeer veel voorkomend probleem in onze samenleving. De lengte van, het, uh, van de wervelkolom zal ook verminderen. Um, met een toegenomen kyfose ter hoogte van de thorax. Uh, kyfose hebben we het al een keer over gehad wanneer we spraken over scoliosis. Een dus, scoliosis heeft dus een, af, een, uh, een diepere lordose. Dus een, een, uh, een dieper lordose en een, uh, een meer kyfose, waardoor we een bult krijgen. En dat is in dit geval ook de bult krijgen omwille van een toegenomen kyfose. Maag. Uh, maak daarom ademproblemen omwille van een wervel in wervelindeuking. Uh, De wervel die zit er normaal gezien. Dus even kijken, heb ik hier. Ja, ik ga, weet je, ik ga het zo doen. Dus we hebben hier een wervel. Het is ongeveer vierkant. Het is niet helemaal vierkant. Misschien moet ik, dat doen. Moet ik het knippen zoals een wervel er eigenlijk uitziet. We gaan ons amuseren. We gaan ons amuseren, dat is leuker. Uh, zo. Een normale wervel is ongeveer een zandloper. Zo, voilà, en hier nog een klein beetje. maar dan iets zachter. Zo, oké. Okay. Dit is een normale wervel. Ja. Als hier een breuk in ontstaat, hier, is kijk wat er dan gebeurt. Dus we krijgen osteoporose, dus de matrix is aangetast, er is minder botdichtheid en we gaan een breuk krijgen. Wat gebeurt er? Ik zal het laten zien. Ik ga het een beetje extreem tekenen. Dit breekt weg. We krijgen een indeuking. Dus de heup... Ah, ik heb het niet diep genoeg gedaan natuurlijk. Is, op papier is het natuurlijk een stuk moeilijker dan in het echte leven. Maar gewoon... Of is is het nog wel anders dan in het echte leven. Dus we krijgen hier een breuk. Dus we zien dat, we, dat de uh, wervel niet meer recht staat. Deze is helemaal ingezakt. Ik ga hier de aanduwen. Zo, zo blijft het zo. We krijgen een inzakking van deze ene wervel. Dit is maar één wervel. Door die inzakking schuift alles naar beneden toe en gaan we dus um, die kyphose krijgen enerzijds. Hè, toegenomen kyphose van de thoracale zijde. En anderzijds, ik ga even kijken, is dit wel zichtbaar? Eh, zo, ja, dit is beter. Um, eh, dus de normale wervel ongeveer zo en dan we krijgen we dan zo dit. Ja, goed. Um, dus we krijgen ademhalingsproblemen en darmproblemen. Waarom zou dit nu zijn? Oké, okay, we hebben een indeuking hier. Met andere woorden, alles wordt aan deze kant, aan de buikzijde, uh, wordt samengeduwd. Dus alle darmen worden samengeduwd met darmproblemen. En ademhaling is ook een probleem, want ook de longen worden meer samengeduwd met minder longcapaciteit tot gevolg. En daarom is dit zo belangrijk om te weten. Ah, vond ik uh, vind het wel leuk. Goed, <laughs> even amuseren. Dan hebben we dus een, be een beperking van activiteiten, want uh, met een wervelfractuur uh, kan er dus. Kan beweging uh, beperkt zijn en kunnen we dus ook minder naar buiten gaan, minder gaan wandelen. Wordt een rollator vaak aangeschaft of, of uh, op zijn minst aangeboden. Maar de patiënten die hiermee lopen, sleffen vaak. Dus we zien dat er een, uh, dat het zelfvertrouwen vermindert, depressie ontstaat. Uh, dat de patiënten eigenlijk niet meer verder willen door deze fractuur. Fractuur niet alleen natuurlijk, alles wat erbij komt kijken. En is een vicieuze cirkel. Ook moeten we aan denken bij een wervelfractuur. Als dit inzakt, is de gaan de spina iliaca hier achteraan uit elkaar. Met, eh, met ook uittrekking van de, eh, van de, de zenuwen, zenuwen die achteraan lopen. Moeten we mee opletten, want als dit, als dit een verschuiving geeft naar voor of achter door de fractuur, kunnen we dus ook zenuwletsels krijgen. Minder voorkomend, maar het kan wel. Oké. Okay. Normaal bot. Even. kijken. Normaal bot, hoe, hoe ziet dat eruit? Een normaal bot bestaat uit corticaal bot en trabeculair bot. Corticaal bot is, gaat, um, is het stevige bot, um, is het compacte bot. Geeft protectie en steun. Het bestaat uit 80% van de massa um, uh, van het bot. Dus is heel, het is dun, maar het heel heel stevig, heel hard op elkaar geperst, en het gaat maar over 20% van de turnover. Dus maar 20% hiervan wordt aangemaakt, afgebroken, aangemaakt, afgebroken. Trabeculair bot is het meer laminaire gedeelte, het is opslag van mineralen, van calcium, en daar gaat de hematopoëse plaatsvinden, dat is meer de binnenkant van de botten. 20% van de massa maar, want het is een heel mooi netwerk dat al door elkaar verweven zit. Veel luchtgaten zeg maar tussen, waar de hematopoëse gaat plaatsvinden dan. Uh, en 80% van de turnover wordt heel veel aangemaakt, afgebroken, aangemaakt, afgebroken. Het trabeculair bot is heel, uh, zeer veel turnover en corticaal veel minder. Osteoclasten en osteoblasten kennen we eigenlijk al. Osteoclasten zijn degenen die de botafbraak verzorgen. Ze zijn grote cellen en staan in om een bot mee op te eten en af te breken. Osteoblasten doen het tegenovergestelde en gaan net extracellulaire uh, matrix en bot vormen, reguleren de mineralisatie. Wat ze ook reguleren, en dat is hier al belangrijk, komt waarschijnlijk ergens hier terug, ik weet niet meer waar, dat is dat, zij, uh, dat osteoblasten stoffen aanmaken die de osteoclasten gaan stimuleren. Dus wanneer er meer osteoblasten zijn, gaan ook de osteoclasten gestimuleerd worden om meer af te breken, zodat er een mooie balans is tussen resorptie en aanmaak. Is deze balans verstoord, en krijgen we dus meer afbraak van het bot. Dan gaat het vooral over het trabeculair, want dat is 80% van de turnover, dat is sneller afgebroken wordt dan het corticaal en gaan we dus um, osteoporose krijgen. Welke hormonale en regulatoire regu effecten krijgen we dan? We krijgen een rol van vitamine D, we krijgen de rol van geslachtshormonen en de rank eh, ligand en OPG um, hormonen. Dus rol vitamine D en PTH. Um, is een, als er een laag vitamine D is, gaat de calciumabsorptie uh, dalen. <tiekt> Minder calcium opgenomen worden. Het PTH stijgt. Uh, minder, minder calciumabsorptie uit de darm. trouwens. Hè. Er wordt minder uh, calcium uit de darm gehaald. Het PTH die gaat stijgen, niet stijgen. Stijgt. Ik moet leren typen. Stijgt. Het calcium wordt gemobiliseerd uit het bot, want ze hebben het niet meer uit de darm, waardoor het bot afgebroken wordt. Calcium reabsorptie ter hoogte van de nier gaat ook stijgen. Dus we krijgen uh, calcium dat meer uit het bot en uit het nier, uit uit bot blijft komen en ook niet meer uitgepast gaat worden. Dat is het verschil ten opzichte van het normale vitamine D. En dan gaat het voornamelijk uit de, um, um, uit de voeding komen en zal er, minder, um, zal er minder vanuit het bot moeten komen. De rol van de geslachtshormonen, oestrogenen en testosteron. Oestrogen stimuleert de osteoblastvorming en remt osteoclasten. Met andere woorden, estrogenen zorgen voor meer, uh, meer botvorming. En daar zien we dus ook aan dat wanneer een vrouw in menopauze komt op een gegeven moment rond 50 jaar, um, dan zal er minder estrogenen aanwezig zijn, met dus meer osteoclastvorming en meer osteoclasten die aanwezig zijn. Met andere woorden, meer botafbraak, meer inhiberen van een uh, lichaam, meer bevorderen van apoptose, behoud van osteocyten. Uh, en we krijgen. Uh, sorry, nee, dus, het uh, is anders, andersom natuurlijk. Hè, door als er. Uh, bij een menopauze zal er meer osteoclasten zijn met uh, meer rankligand. Meer rankligand zal nog meer uh, zorgen uh, dat het bot afgebroken wordt. Nu, bevorderen apoptose vind ik wel een beetje raar. Even kijken. Um, osteoblasten. Ik ga eens even kijken, dan moet hier toch ergens staan. Eh, geslachtshormonen, bla bla. Bevorderen apoptose, ja. Remmen osteoclastvorming en rechtstreeks en via inhibitie van rank ligand en bevorderen apoptose. Ja, bevorderen apoptose wel degelijk. Dus oestrogenen, wat doen ze? Remmen osteoclasten, inhiberen rank ligand, bevorderen apoptose en behoud van osteocyten, waardoor er meer pot zal zijn. Minder oestrogenen zal dus zorgen voor minder botopbouw. Niet voor afbraak. Wel, ook voor afbraak omdat de osteoclasten niet meer geremd worden. Testosteron, wat doen ze testosteron? Die gaan stimuleren osteoblasten ook voor de overleving, niet de vorming, maar de overleving, waardoor ook botvorming toegenomen zal zijn, verminderde bot turnover, en toename van periostale botappositie en toename van groei van lange botten. Dus daarom zijn mannen Daarom, onder andere daarom zijn mannen dus ook groter, omdat de lange botten zullen groeien ten opzichte van vrouwen die minder testosteron hebben. Rank ligand. Rankligand wordt geproduceerd door de osteoblast, bindt op een receptor van de osteoclast, stimuleert dus osteoklast, en daar hebben we het dus gehad. Osteoblasten als deze, dat heb ik hier gezegd, osteoblasten zullen osteoklasten reguleren ehm, door aanmaak van rank ligand. Rankligand komt op de receptor van de osteoclast, gaat deze stimuleren tot meer, a, uh, tot meer afbraak van botten. Hij gaat dus instaan voor de balans. Uh, OPG of osteoprotegerine, uh, die stopt de osteoclastactiviteit. Rankligand, uh, wacht waarover gaat dit hier? Als, er, als de rankligand meer uh, aanwezig is dan de OPG, dan osteoprotegerine. Um, dan zal er uh, osteoporose ontstaan. Dus rankligan zorgt voor meer osteoporose, zorgt voor meer botafbraak. Oké. Okay. Welke vormen van osteoporose kennen we dan nog? Even kijken. Oh. Uh, dus uh, sorry. Uh, 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 welke vormen van osteoporose kennen we dan nog? We kennen de idi uh, idiopaatse juvenielen, dus de jonge patiënt die hiervan heeft. En dat zijn eigenlijk de zeer zeldzame vormen. Osteoporose komt meestal voor, zoals we zeggen, bij de oudere patiënt. Even terug naar boven scrollen. Oudere patiënt 60 tot 70 jaar, 80-jarige, voornamelijk vrouwen door, uh, door ineens verlies aan oestrogenen. Vanaf dat het jonger is dan 50, dan zijn we zeker dat het over mannen gaat trouwens. Um, Oké, okay, involuutie. We hebben postmenopausale en senil. Dus postmenopausale is bij veroudering ergens, om de wil van verlies aan estrogenen. En senil gewoon bij veroudering van het skelet in het algemeen van de patiënt. Secundair kan ook door endocrinoproblemen, we uh, spreken dan over hypogonadisme-crushing, malabsorptie van calcium, door... Celiakie, inflammatoire ziekten die meer um, inflammatie geven van, uh, van, rond het bot, met meer calcium dat uh, verloren gaat. Medicatie, corticoïde, uh, ppi's dan, sorry, ppi's. Uh, in het beenmerg kunnen we uh, multiple, uh, multiple myeloom hebben of metastase, die ook zorgen voor osteoporose, maar dan niet door calcium, maar door eerder de uh, destructie van het bot uh, met aanwezigheid van een tumor. Zeg maar. ja. Het fractuurrisico, dus de, de kans op breuken, neemt ook toe. Het uh, neemt toe met leeftijd, met overgewicht en ondergewicht ook. Um, met een normaal gewicht zal dit vrij oké okay zijn. Een vroegere fractuur geeft een risico, familiale heupfractuur, um, omdat een van de redenen ook het heupdysplasieën en heupfracturen familiaal meer voorkomen. Actueel roken, dus als u aan het roken bent, zal er ook meer bot-turnover zijn, zal er ook meer bot-afbraak kunnen zijn. Steroïden um, gebruik, gebruik, en rheumatoïde, artritis, die ook een kans geeft op osteoporose. Hoe gaan we de diagnose nu stellen? En dat is het laatste voordat we naar de behandeling gaan, met een bot-densitometrie. Bot dus dat gaat eigenlijk over hoe dik is het bot. We gaan dit gaan proberen meten. Hoe dik en hoe is het samengesteld eigenlijk, hè? De, de densiteit van het bot. In het labo, wat zien we in het labo, dat moeten we gebruiken om uh, secundaire uit te sluiten. Dus gaan we zoeken naar gebruik, naar alcoholgebruik, naar rheumatoïde, artritis, uh, diabetes mellitus, dat eigenlijk ook wel fractuurrisico kan brengen, uh, ondergewicht, enzovoort. Het labo wordt voornamelijk ook gebruikt bij therapiemonitoring. Verder gaan we naar de behandeling van osteoporose. Osteoporose wordt behandeld uh, afhankelijk van welke fractuur het is, maar ook de algemene. Ik ga eerst over de, uh, over de acute fracturen spreken, dus de wervelfractuur en de heupfractuur die het belangrijkste zijn hier. En bij de acute wervelfractuur moeten we dus bedrust hebben. We kunnen pijnstilling geven, maar die is niet zo goed werkzaam. Zeker NSAIDs werken in dit geval niet zo goed. Dus even kijken of wat hier nog iets interessants in staat. Uh, bla bla bla. Diagnose, specifieke testen, nee, uh, de rheumatoïde artritis, behandeling. De voorgaande fractuur is, uh, moeten we in de gaten houden, acute wervelfractuur, dus, uh, uh, we zien acute rugpijn, een gemengd patroon die dus zowel mechanisch maar ook uh, nachtelijke pijn zal aanwezig zijn. Uh, maar het kan ook um, silencieus zijn. En dat is nog belangrijk wel, bij de acute wervelfractuur. Hoe gaan we dat aanpakken? Dat is dus bedrust, niet te lang, want dan krijgen we verstijving. En de pijnstelling werkt helaas niet zo goed. Er staat hier eigenlijk niets verder bij van welke pijnstelling. Bedrust werkt beter dan pijnstelling in dit geval. Operatie kan nodig zijn, maar dat is toch zeldzamer. Uh, wordt gebruikt als kyphoplastie, dat in sommige gevallen gebruikt wordt, maar. Er is vroeger te veel gebruikt en te veel misbruikt, waardoor dit nu alleen maar in extreme gevallen terugbetaald wordt. Ook heupfractuur is een mogelijkheid en we hebben hier al gezegd, waar staat het hier, heupfractuur bij 100% heelkunde of bijna 100% heelkunde. Dus heelkunde en dan revalidatie. En revalidatie is ook belangrijk, want deze patiënten moeten ondersteund worden om in beweging te blijven. Dat ze niet zomaar alleen thuis blijven zitten zonder te bewegen. Mobilisatie dus en valpreventie: hoe moeten we de patiënten voorkomen dat ze vallen? Hoe moeten, uh, wat gaan we meegeven, wat gaan we niet meegeven? Rookstop is ook belangrijk, want roken gaat gepaard met meer kans op uh, osteoporose. Stimuleren van botvorming kan, en dat, dan wordt er gebruik gemaakt van strontium, we kunnen ook de botresorptie remmen, en dat is met calcium en vitamine D substitutie hormonaal substitutie met oestrogenen kan ook wanneer het over postmenopauzale gaat en bifosfanaten is ook een mogelijkheid. Goed, dan hebben we alles over osteoporose gehad. Dat is het voor vandaag en morgen gaan we verder met eens even kijken. Septische artritis en kristalartropathie morgenochtend. Lijkt interessant. Let's do it. En ik denk dat dat meteen de laatste zijn. Ik zal eens even kijken. Um, ja, dat zijn ineens de laatste. Morgenochtend laatste van reumatologie. En dan gaan we morgen namiddag verder met fysiologie, uh, fysiotherapie. Uh, um, ik zal op fysische geneeskunde zitten. Dan ga ik uh, proberen zoveel mogelijk af te, uh, klaar te raken met mijn mindmaps. Ik dacht dat deze af waren, maar ik was eigenlijk helemaal vergeten dat fysieke, uh, fysische geneeskunde erbij was. Dus goed. Morgenochtend laatste van reumatologie. Morgen namiddag. <coughs> Excuseer, morgen namiddag fysieke geneeskunde, fysische geneeskunde. Bedankt voor het kijken als er vragen zijn, vergeet niet, er is een Discord server. Ik ben daar aanwezig, vraag gerust. Tot morgen.